Yo Nintendo fans, welkom bij weer een gloednieuwe Mario Sunshine video. Volgens mij ging ik in de laatste video naar de verkeerde kant. Volgens mij ging ik een extra challenge doen. We gingen namelijk dit level doen, The Secret of Dirty Lake. En ik moet dus daar naartoe, over die boomstammen, daarachter in het water. Want de vorige keer kwamen we dus uit bij een level wat ik eigenlijk al had gedaan, maar waar ik nu rode muntjes kon verzamelen. En dat is super moeilijk. Dat is niet geschikt voor YouTube. Althans, dan ben ik echt een half uur, drie kwartier aan het opnemen voor 1 minuutje content. Want het is gewoon veel te moeilijk. Oh ja, en vind je Nintendo video's nou tof? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Ik ging namelijk weer daar naartoe, naar die grot. Maar we moeten dus deze kant op en hierachter een grot gaan zoeken. Nou, eigenlijk zou ik denk ik over al die bladeren daar beneden moeten gaan lopen. Maar misschien kan ik ook wel gewoon hier afspringen en dan op zo'n blad landen. Dus even kijken of we hier naar beneden kunnen bijvoorbeeld. Misschien kan ik deze jump wel gewoon halen. Even kijken, waar is een blad? Oh, hier onder mij is een blad. Er zit wel zo'n beest omheen. Die zit er letterlijk nu op. Dude, ga weg. Oké, jumpen. En dan even mijn plantenspuitje gebruiken, ja. En dan zou ik dus nu daar naartoe moeten springen. Oh, ik ben al vrij hoog. Oh, ik denk dat ik dit net niet haal. Net niet. Oh, net wel. Nee, net niet. Jongen. Ik was erop! Waarom gebeurde dit soort dingen mij nou altijd? Nu ga ik dood. Ja, nu kan ik hier niet meer uit. Nee. Ik zat er toch op, man! Oké. Nog een keer. Poging 2. Ja, of betekenen deze muntjes dat ik hier ook in kan staan of zo? Is dit iets? Nee. Nee, dit is niks. Kan ik alsnog hierop? Spring, klim dan weer hierop, Mario! Waarom spring? Ik zit heel op deze knop te rammen en hij springt gewoon niet. Oh, verschrikkelijk. Volgens mij weet ik wat je moet doen als je in het water ligt, jongens. Ik deed namelijk net bij een boomstam. Je moet niet vooruit drukken als je wil springen. Je moet alleen springen en op het moment dat Mario dan in de lucht hangt, dan pas... Ja, echt, dan pas. Dan mag je pas gaan sturen. Dus als ik nou weer in het water donder, dan ga ik dat proberen. Kan ik niet gewoon vanaf hier gewoon en dan... Zo, planten spuiten, hoppakee, hoppakee. Dan hang ik nog wat langer in de lucht. Kijk, top. En nu? Ik denk een salto achterover. En dan zo. En dan bounce. En dan door. Oké. We zijn in ieder geval in het level. Nu dit nog halen, want dat is, dat is de volgende stap. Ik wil dit niet. Dit gaat sowieso fout. En door. Oh. En weer terug naar deze. Ja, en weer nu naar de blauwe. En... Oh, ja, oké. Uppie pakken. Nice. Nu moeten we denk ik een walljump hier maken. En dan hierop. En dan gaat dit ding... Ja, hij gaat draaien. Ja, oké. Lopen. Nog even teruglopen. En nog even deze kant oplopen. Ja. En dan... Jumpen! Ah, dat haalt hij blijkbaar niet. Wat een verschrikkelijk spel. Oké, we zijn er. Ik moest dus iets langer wachten. Nu even door hier naartoe. En dan gaan we op dit blokje staan. Oh, die zal ook wel weer lekker gaan draaien, inderdaad. Oh. Ik heb het uppie te pakken. Ja. Nu naar voren. Ja. Oh. Nee, gaat hij niet meer draaien? Top. Oké, mag ik springen? Ik mag springen. Oh, wat moeten we hier... Hoe gaan we dit nou weer doen, jongens? Oh, nee! We kunnen dus zien waar ze naartoe gaan, hè? Kan ik deze jump halen? Ja, en dan naar voren jumpen. Nu moet ik even terug... Ik had niet terug moeten jumpen, denk ik. Oh, dit kan blijkbaar ook. Oh, dit is sick. Oké, ik moet het alleen niet te vaak doen. Want ik heb niet het gevoel dat dat de bedoeling is dat we dat op die manier doen. Kan ik dit halen? Ah, nee. In dit level zitten wel 2 uppies. Dus dat is super chill. Ik ben wel echt levens aan het verzamelen nu. Oké, daar gaan we weer. Nu gaan we dus hier naartoe. Oké. Dan gaan we nu naar deze rode. Dan konden we terug naar deze blauwe. En dan moet ik nu even kijken naar welke rode... Of naar welke blauwe ik straks... Nee, naar welke rode ik nu spring. Ga ik nu naar deze rode? Ja? En dan naar deze blauwe? Of niet? Nee, dan hebben we gewoon weer een rondje gemaakt. Naar welke rode moet ik nu dan? Moet ik terug naar deze rode? Nee, dat schiet toch niet op? Oh, jawel! Ja. Dan kan ik nu naar deze rode. En dan moet ik nog even wel naar deze blauwe. En dan weer denk ik terug naar deze rode. Ja, en dan op tijd springen. Ja! Woe! Dat was echt maar net. Ah, deze levels zijn zo moeilijk. Maar we hebben er weer, jongens. We hebben er weer een sterretje bij, nummertje 21. Woe! Ik heb hier denk ik nu 8 keer over gedaan. Oh, toen die Mario aan die rand hing, jongen. Oké, laten we voor de volgende shine gaan. We moeten weer Shadow Mario gaan hunten. Dus daar is die. We gaan hem weer pakken, jongens. Pak hem! Ja, ik schiet hem al voor zijn bakkes nu, hè. Oh, maar nog niet goed genoeg. Ik miste heel veel. Oké, kom. Kom hier. Kom hier. Ah, dit is zo moeilijk mikken. Kom. Ja, hij is gevallen. En daar hebben we nog Shadow Mario. Hoppakeetje. De volgende shine zit weer in de pocket. En dan hebben we ook in dit level 7 shines te pakken. En zolang je in elk level 7 shines pakt, plus eentje extra, dan kan je dus de game uitspelen. Dus daar gaan we voor. Als je naar het menu'tje gaat, kan je hier zo zien hoeveel shines je hebt. En inderdaad, in Bianco Hills en Ricco Harbor hebben we er nu 7. Moeten er nog 3 op Gelato Beach. Maar er is ook een mysterious band of light appeared in the area of the City Central Dock. En dat is hier. Dit is echt what? En je ziet iedereen hier naar boven kijken. En laten wij ook even naar boven kijken. Oeh, de zon. Dit is zo mooi. En daarmee gaan we naar Noki Bay. En dan het eerste level. Oh, crap. Oh, dit ziet er nu al hartstikke moeilijk uit, jongens. We moeten praten met deze meneer. Hallo, mijn heer. Welkom, meester Mario, denk ik. We hebben heel veel over je gehoord. Ja, en allemaal goede verhalen. Ik ben gewoon een oude man die alleen maar aan het vissen is. Maar ik heb de laatste tijd een probleem. Kijk eens daar naar boven. Oh, kijk. Daar is die. Deze moeten we gaan aanpakken. En daarvoor moeten we helemaal naar boven op deze heuvel. En dan moeten we dus al dat inkt even weghalen. Stiekem is Splatoon gewoon geïnspireerd op Super Mario Sunshine. Kijk al die verfvlekken, dat is toch uit Splatoon. En dit meneertje zegt, ik weet niet wie het gedaan heeft, maar iemand heeft gezorgd dat de waterval niet meer stroomt. En daarom is ons water vervuild en wij moeten daar wat aan gaan doen. Oké, meneer, let's go. Ja, ik vermoed dus dat wij niet in het water moeten gaan springen. Ik denk dat wij dan half dood gaan. Dus laten we dat vooral proberen te voorkomen. Juist, oké. Hallo. Hallo, vrolijke wezentjes. Willen jullie eventjes allemaal weggaan? Dank u. Er is hier behoorlijk wat naar beneden aan het vallen. Wat vanil je vla. Kan ik hier dan omhoog springen of zo? En dan... Nee. Ik denk dat ik via een andere manier naar boven moet, jongens. Misschien via hier. Even dit trappetje opspringen. Hey. Gaan we hier naar boven? Ja, oké. Ja, hier staat inderdaad een pijl. Blijkbaar moet ik hierin. Oh, en dan moet ik waarschijnlijk daarop gaan schieten. Moet ik daar water in schieten? Ja, kijk, ik moet daar inderdaad watertjes in schieten. Dan kunnen wij onszelf naar boven brengen. Zo. En dan kunnen we hier verder. Kan ik iets met deze stenen? Ah, ja, kijk. Geheim gangetje. Oh, muntje. Oké, dan moeten wij dus hier overheen. Deze kant op. Uitkijken voor al die vallende meuk. Maakt het nog wat uit als ik hier dit verf allemaal wegga? Oh ja, dit maakt zeker uit. Oh, wacht. Wat gebeurt er? Ah, nu hebben we hulpmiddeltjes. Okay, lekker bezig, Mario. Nice. Hier even wachten tot deze dingetjes naar beneden zijn gedonderd. En dan moeten we straks hier weer omhoog. Maar ik denk, misschien moeten we hier ook die dolfijn even van de muur halen. En dan hoor ik jullie denken, welke dolfijn? Nou, die dolfijn daar zo. Die van dat... Ik zie niks. Waarom draait de camera de hele tijd zo irritant? Kijk, deze dolfijn. Als dit helemaal weg is, komt er dan weer wat uit de muur? Juist, kijk. Kan ik dan gewoon hier een saltootje naar achter maken? Zo, en dan gewoon hier omhoog en dan zo het randje pakken? Juist, dat kan. Nice. Oké, en door. Lekker. Ik hoop dat ik nog genoeg water heb, jongens, straks. Het water begint wel een beetje op te raken. En ik moet hier nog helemaal naartoe. Dus misschien moet ik even deze spuit gaan pakken. En dan gewoon zo de weg voor me vrijmaken. Mario, wil je gewoon even voor je... Mario! Hallo! Wat doe je? Waar heb je nou weer zoveel moeite mee, vriend? Jongen. Jongen, wat ben je nou... Blijf gewoon staan. Oké. Nou, we moeten denk ik hier deze doodshoofd-octopus van de muur halen. Dat gebeurt bijna. Ik ben wel echt bijna door mijn water heen. Ik moet een klein stapje naar achter doen, denk ik. Dat ik ook het laatste stukje daarboven weg kan halen. Er is echt 1 mini-vlekje daar nog. Haal het weg. Ja, kijk, top. Oké, waarschijnlijk kunnen we dan nu weer een saltootje maken en dan een walljumpy. Oh, of niet? Oh, we moeten hier gewoon walljumpy op. Kijk, gewoon zo. We hebben geen eens een salto nodig. Ja, kijk, zie je? Walljumpies. Ja, top. En naar boven. Kunnen we gelijk daar naartoe? Maar we kunnen ook nog iets verder omhoog. Hier naartoe. Ah, misschien is dat wel slim. Misschien maken we hier een weg vrij. Oh, wow. Wat is dit? Wat is dat voor wezen? Oké, misschien moeten we toch maar gewoon hier naartoe gaan. Hallo, meneer. Jij bent al ver boven. Hoe ben je hier gekomen? Deze gast zegt, ben je Mario? Die gast daar, dat is mijn leraar. Mijn opa. Oké. Oh, die gast beneden. Dat is je opa. Ah, hij heeft in ieder geval dit springbord voor ons. En, oké. Oké, duidelijk. Juist. Oh ja, dan moet ik er alleen wel even opspringen. Oh, hier is water. Oh, top. is helemaal niet zo erg dat we hier naar beneden vallen dus. Waarom is het springboard in één keer zo klein? Wat is er mee gebeurd? Heb ik hem kapot gemaakt? Ik denk dat ik hem gesloopt heb. Ik kan er ook gewoon niet meer op springen nu. Ik heb hem echt kapot gemaakt. Hij kan hem ook niet meer maken. Nou, is maar te hopen dat ik nu alsnog naar de overkant kan komen. Kijk, dat is op zich wel te doen, gelukkig. Oké. Oh, hij gaat bommetjes gooien. Ja, hij gaat bommetjes gooien. Helemaal top. Ik ga bommetjes pakken. En dan gooi ik ook bommetjes op hem. Oh, moet ik alleen wel even raak gooien? Ja, dit moet toch wel goed komen. Gooien! Het gooien gaat nog niet top, jongens. Ik heb nog een beetje moeite met gooien. Zo dan. Ja! Ja, die was raak. Auw, en die was ook raak. Volgens mij heb ik hem 1 keer geraakt nu. Dus volgens mij moet ik gewoon... Wow, Mario. Ik weet niet wat je plan is. Ik weet niet waarom ik opeens hier sta. Dat was niet de bedoeling in ieder geval. Mario heeft soms echt zijn eigen wil in Super Mario Sunshine. Dan gaat hij gewoon dingen doen waar hij zelf zin in heeft. Hij gooit trouwens ook echt knijten veel bommen, jongen. Hou eens op. Ho. Rustig. Kijk hoeveel bommen die gooit, jongen. Gooi 1 bom tegelijk. Dank u. Pak de bom op, Mario. Spring en gooi. Die was volgens mij ook weer raak. Lekker. Oké, let's go. Dit zijn trouwens neppe bobbies, jongen. Dit zijn geen echte bobbies. Ik vind Bobby leuk, maar deze gasten, dit zijn geen bobbies. No! Oh, nu moet ik weer helemaal terug. Ik kan trouwens wel onder water zwemmen. Oh, nee. Waarom zit daar nou weer een gat? Oké, jongens, ik ben weer terug, maar ik heb echt nog maar 1 muntje. Dus dit moet gewoon goed gaan. Ja! Alleen, nu hoop ik dus dat ik niet weer naar beneden val, en dan ben ik alsnog dood. Mag ik alsjeblieft daar gewoon blijven staan? Of is het water nu gelijk in 1 keer schoon? Dat zou super chill zijn. Ik zie alleen Mario nergens meer. Dit is zo Super Mario Sunshine. Echt, wat een spel is dit! Verschrikkelijk! Jongens, nogmaals, dit is waarom Super Mario Sunshine nooit de beste 3D Mario zal worden. Nooit! De game zit gewoon vol met dit soort stomme dingen. Het is jammer, want de hele sfeer en de vibe en zo van het zonneschijn en het blije gedoe en zo, dat is super tof. En ook flirt, weet je wel, dat mechanisme dat we nu moeten gaan schieten met een spuit. Ik vind dat hartstikke leuk, maar de game is gewoon onvergeeflijk. En het zit vol met slechte dingetjes die gewoon niet lekker werken. Oké, jongens, we zijn er weer. We zijn weer helemaal boven. Eens even kijken of ik gewoon nu hier kan staan en springen zonder... Juist. Zonder inderdaad naar voren te gaan. Dat is het hele ding. Dus we moeten eigenlijk gewoon hier staan. En dan springen. En dan niet naar voren jumpen. Het is ook allemaal niet zo moeilijk blijkbaar. Maar je moet het net even goed doen en weten. Dus eigenlijk, ik had nooit naar voren hoeven te springen. Tot die conclusie kunnen we komen nu vandaag, jongens. Auw. Laat me met rust. Oké, nog 1 keer. Hopelijk is deze weer raak. Ja, is die raak? Hij is raak. Ja, en... Ja, dan kan je ook gewoon zeggen... Rick, je had het ook gewoon zo kunnen doen de eerste keer. Ja, dat kon. Nou ja, in ieder geval de kurk is weer weg. We gaan de shine oppakken. En we hebben de volgende binnen. Hoppakee. Daar is die hoor. Nummertje 23. Oké, zullen we er nog eentje doen dan? De tweede in Noki Bay. De baas van de lastige ruïnes. Oké. Krijgen we een bossfight? Gaan we weer met een baas vechten? En waarom is de zee nog steeds vies? Want ik heb toch net die waterval laten stromen. En dat is toch vers water? Oké, in ieder geval. Wij moeten deze kant op springen. En dan hier zo. En hier naartoe. Oh, moet ik wel... Ik ben ongeduldig aan het worden, jongens. Jullie merken het, hè? Ik wil dit gewoon even snel doen. Ik word ongeduldig. Laten we eens even kijken wat deze olijke vriend te vertellen heeft. Hallo. Goed zo. Goed gedaan, meester Mario. Je hebt de waterval weer gefixt voor ons. Wat is dat? De oceaan ziet er nog steeds vies uit. Mijn theorie klopte. Ik weet waarom. Hij gaat een van de grootste geheimen van Noki Bay aan ons verklappen. Wat ga je aan ons verklappen? Daar zo is iets. Oké. Moeten we daar naartoe... Oh, daar is een shine. Hoe komen we daar dan? De tombe van de oude Noki King is daar. Als je water sproeit op de geschriften en de schilderijtjes... In ieder geval die dingen die in de muur zitten... Dan komt er wel eens een pad die je kan gaan volgen. Het is bijna als magie. En daar is een geheime shine sprite. Oké. Waar moeten we allemaal opspuiten? Moet ik even hier in dit bootje gaan zitten? Oh, wacht. Kijk, ik kan dit boot... Oh, huh? Ik dacht dat ik dit bootje kon besturen, maar ik heb het bootje laten zinken en blijkbaar was de zee daar ook vies. Ik moet... Juist, oké, zo. Moeten we dan nu de muntjes volgen? Of, oh, kijk, we moeten gewoon daar naartoe. Ja, we gaan alleen niet echt heel erg de goede kant op, Mario. Oké. Ik ben hier naar boven gevlogen net. En dan kan ik nu hier gaan staan. Dan kunnen we dus daarop schieten. Kijk. Dat is inderdaad een aardig geheim pad. Ik weet niet of dat ook gelijk het pad is dat we moeten volgen. Maar hey, we kunnen het in ieder geval even gaan proberen. Hey. Wou er in één keer naartoe vliegen. Dat lukt natuurlijk niet. We moeten even gewoon zo. Hoppakee, walljumpie. Hey, walljumpie, walljumpies. Oh, niet te ver walljumpen alsjeblieft, Mario. Dankjewel. Spring maar even. Oh, kan je het randje nog pakken? Ja, top. Ik zie daar een blauw muntje. Oh, wat? Gaat de muur alweer dicht? Ja hoor. Nou, ik moet wel daar naartoe waar ik ook echt was volgens mij. Alleen hier is nog een blauw muntje. Misschien kunnen we die ook pakken. Moet ik denk ik vanaf deze kant springen. Zo. En dan... Oh. Oh. Deze game. Oké, ja. Eromheen en dan zo erin. En dan walljumpies. Ja, kom maar. Poging 600. Mario, wil je... Wat ben je nou moeilijk aan het doen? Gewoon zo en dan zo. Dankjewel, hè? Dan eens even kijken of we toch nog door kunnen, want die muur die begint alweer te... Ja, dat... Nee. Ik heb niet het gevoel dat ik dit nog kan gaan halen. Misschien als ik zo buitenom ga nog, dat ik het dan alsnog... Ah, niet haal. Moet ik überhaupt wel daar naartoe? Of moet ik gewoon hierin? Moet ik gewoon hier lekker walljumpen? Ik zie hier wel een geheime gang trouwens. Kijk, hier zo. Zou op zich fijn zijn, Mario, als je daar dan ook gewoon eventjes inspringt. Doe nou even wat ik vraag. Kijk, dankjewel. Oh, kijk maar. Ja, blijkbaar wel. Daarboven is trouwens ook een geheime ding. Een geheime painting. En hier ook. Oké, dit is interessant. Ik heb deze nu ingedrukt. Heeft dat ervoor gezorgd dat hier deze poort open gaat of niet? Wow. Waar zijn we nu, jongen? Kijk hoe hoog we zijn. Oh, daar zijn superveel paintings. Moeten we die allemaal aanzetten of zo? Oh, ik ga vallen. Oké, ik val gelukkig niet heel ver. Oké, hier is er nog één. Oh, hier is ook een blauw muntje. Die pakken we sowieso even op, want nu we er toch zijn. Ik heb geen idee of ik hier een shine ga halen, jongens. Want dit is zo'n puzzel level. Oké, laten we deze ook nog even indrukken en die erboven ook. Oh, hier is ook nog een blauw muntje. Dit is sowieso niet waar we moeten zijn, maar hey, maakt niet uit. Ik zie dat we hierin kunnen. Even kijken. Oké, ik donder helemaal naar beneden. Is dit gewoon de plek waar we blauwe muntjes moeten verzamelen of zo? Eens even kijken waar ik nu over uitkijk. Ja, ik zie hier niet zo heel veel gebeuren eigenlijk. Ik spring maar gewoon even naar beneden. Ik weet het anders ook niet. Oh, daar zijn nog twee paintings. Hier is er ook weer één. Kan ik dan... Kijk, dit ziet er wel naar uit alsof we in ieder geval de goede kant op gaan. En ik hoorde een geluidje dat het blijkbaar goed gaat. Oh, ik zie ook allemaal bloopers. Ik denk dat we even op hun bakken moeten springen. Hier is nog iets. Oké, daar hoef ik dus niet meer op te spaten. Eens kijken, wat gebeurt er als we hier naar boven gaan? Ik hoop niet dat ze... Ik wou dit dus net zeggen. Ik hoop niet dat ze weer dicht gaan. Ja, dit gaat denk ik wel de goede kant op. Dit gaat helemaal daar naartoe. Oké, let's go. Nu gaan we even een tempootje erin gooien. Althans, dat hoop ik. Als Mario eventjes mee wil werken met springen. Ja, lekker. Ja, pak het randje maar, Mario. Nice. Dan werkt de camera weer niet mee. Maar blijkbaar moesten we hier naar beneden. En dan zo, en dan zo. En dan hier naar beneden. En dan denk ik straks weer omhoog. Ja. Oké. Hopelijk gaat dit niet dicht allemaal. En hopelijk vallen we hier ook niet naar beneden. Eens even kijken, dan zijn we nu hier. Ik ben benieuwd hoor. Ik ben echt reuze benieuwd of dit te... Oh, wow. Wow. Hier is Mama Blooper. Mama Blooper is er weer. Ze is weer boos. Hallo, ben je weer boos op mij? Ik weet niet waar jij nu weer vandaan komt, maar jij blijft maar terugkomen. We moeten weer de inktvissies lopen. Hoppa. En hoppakee. Ja, lekker. Oké, loop maar gelijk door. Loop maar gelijk even door. Hoppakee, daar gaan we weer. We trekken ook hier even de kurk uit, jongens. We hebben net de kurk uit de waterval getrokken. Nu trekken we de kurk even uit deze blooperbaas. Oh, ze leeft weer. Huh? Hoppa. Nice. Daar gaat weer een tentakel. Ik heb wel een beetje medelijden altijd. Ik vind het best wel zielig dat we dit doen eigenlijk. Kom maar. En jump. En yes. Pakken we deze. Hoppa. En dan kunnen we nu even de snuit weer pakken. Ik vind het wel raar dat hij mij nu niet slaat. Als hij mij nu gewoon zou slaan, dan zou ik sowieso pijn hebben. Maar daar gaat hij weer. Voor de volgens mij derde keer. En ik denk dat dit een verborgen shine is. Oh, nee, dit is geen verborgen shine. We worden uitgenodigd om hier naar beneden te vallen. Oké, spannend dit. Spannend. Zijn we dan toch hier? Ja, we hebben hem toch! Dit is oké. Ik had dus gedacht dat het misschien niet zou lukken. En dat we misschien nu bij een verborgen shine uit zouden komen. En technisch gezien zijn we ook bij de verborgen shine. Maar toch de shine volgens mij van dit level. Het was een lang leveltje. Het was best wel een puzzel leveltje. Maar we hebben hem te pakken, jongens. Nice. En daarmee zijn we weer gekomen aan het einde van deze video, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je Nintendo vet vindt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel.